We gaan een rozenjam maken van de Rosa Damascena. Het zijn heerlijk geurende rozen van aardbei en berkensuiker. We hebben eerst de rozen net geplukt uit de tuin, blaadjes van losgetrokken. De suiker er doorheen gemengd en daarna met de aardbeien gemengd. Dit doen we met de machine, maar dat kan ook met de vijzel. Maar met de machine gaat het gewoon even iets sneller. Dan komt er een heerlijke, verse, rode rozenjam met aardbeien.